Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland. Dat is een warmtefront en dat levert sneeuw op. Maar die sneeuw die valt vooral boven zee. Heel enkel vlokje kan de westkust bereiken. De rest van het land blijft het dus droog, wel vaak bewolkt en er schijnt een flauw zonnetje door de wolken heen. Vanochtend min 5 tot min 7 graden. Vanmiddag wordt het dan een graadje zachter, maar het blijft stevig vriezen. Verder dus overal droog en heel af en toe zon. De wind komt uit het zuidoosten, die waait met windkracht 3 tot 5. Ook vanavond blijft aan zee nog een enkel vlokje mogelijk, maar eigenlijk is het op de meeste plaatsen gewoon droog. Er komen ook meer opklaringen en de temperatuur begint weer te dalen. Vanavond gemiddeld min 8 en in de nacht onder de min 10. Morgen overdag is een enkele sneeuwbui aan zee ook mogelijk, maar ook dan geldt weer dat het op de meeste plaatsen droog is en vooral in het oosten laat de zon zich zien. Het wordt zo'n min 3 tot min 5 graden. Dinsdag is het zon overgoten en na een ijskoude nacht met min 15 graden wordt het 's middags min 5 graden. Woensdag en donderdag blijft het winter, al wordt het wel iets minder koud, maar de temperaturen blijven onder nul. Blijft ook droog, waarbij de zon geregeld schijnt. Een echte schaatsweek dus. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.